Check voor coins, link in de beschrijving, www.igsky.com en gebruik de code HEZE voor 8% korting. Hallo iedereen en welkom bij deze nieuwe squad builder. Deze keer een 4-3-3 team met weer een aantal spelers die ik wilde gebruiken. Namelijk de ster van allemaal die waarschijnlijk de titel hebt gezien. Natuurlijk Inform Wesley Sneijder. Ik had hem met heel wat geluk kunnen vinden op de markt, dus ik had er een team omheen gemaakt. Het is best wel een uniek team, dus ik wil het graag laten zien. In de goal hebben wij Sirigu staan. Ik vind hem niet heel erg fijn, dat heb ik al vaker gezegd. Maar ik moest hem gebruiken voor chemistry en sommigen vinden hem wat fijner dan anderen. Al moet ik zeggen dat hij met de Cat chemistry stijl wel iets beter speelt. Maar het is niet de beste keeper die ik ooit heb gebruikt, maar hij doet gewoon wat hij moet doen. Op rechtsback hebben wij Inform Lichtsteiner. Was ook echt een probleem hem te krijgen, gezien hij natuurlijk best wel rare is op de markt. Gezien het een position change is en hij niet... Of ja, best wel goede stats heeft eigenlijk. Maar 130k is best goede rechtsback. Al had ik er iets meer van verwacht gezien zijn stats. Maar hij doet gewoon wat hij moet doen, net als de keeper. Op centerback hebben we David Luiz. Ik vind hem heel fijn. Hij heeft wel high medium work rate, maar ik merk er bij David Luiz niet zoveel van, omdat hij heel snel is. Anders zou ik eigenlijk altijd spelers met high medium work rate afraden als centerbacks. Maar Naldo daarentegen, die de andere centerback is, die moet je echt als inform gaan halen. Of je moet er shadow op zetten. Anders is het enorm lastig en zal je er ook heel veel last van hebben, gezien hij high medium work rate heeft. Gezien hij zonder shadow echt te langzaam is. En hij speelt nogal slordig. Maar als je zijn inform hebt, heb je daar niet zoveel last van. Alleen nogmaals, hetzelfde verhaal als bij Lichtsteiner. Het is echt een probleem om die man op de markt te vinden. Op linksback hebben wij Patrick van Aanholt. We moesten een Nederlandse linksback hebben van de Premier League. Dus dan is van Aanholt waarschijnlijk de beste optie. 19k. Hij doet nogmaals wat hij moet doen. Hij is niet echt heel erg goed. Ik had er iets meer van verwacht. Met Shadow doet hij wel iets beter. Maar hij is gewoon te slap naar mijn mening. Luiz Gustavo is wel echt heel goed. Hij heeft me ook heel vaak aangeraden door andere mensen dat ik hem echt een keer op verdediging mid moest gebruiken. Minimal work rate natuurlijk had ik nodig, gezien mijn andere centerbacks nogal aanvallend zijn. En hetzelfde geldt voor de center mid. Jullie hadden misschien al kunnen raden wie het gaat worden. Het is natuurlijk een Nederlander. Het is Leroy Fer. Ook hij heeft een high verdedigend work rate en ook high attacking work rate. Ik zal dadelijk ook de instructions laten zien. Hij zal toch vaker achterin dan voorin te vinden zijn. Maar hij heeft over het algemeen goede stats. Vooral zijn physical is heel fijn en hij heeft ook voor mij een corner gescoord. En als de laatste centermid is een zilver. Misschien die je niet zou verwachten. Het is Zamayli. Waarschijnlijk zeg ik het helemaal verkeerd. Maar dat is in ieder geval hoe ik denk dat je moet uitspreken. Hij heeft high medium work rate. Hij heeft 89 longshots. En 87 shot power of andersom. In ieder geval echt zieke longshots. Hij heeft ook 2 goals mij gescoord. Hij kost maar 800 muntjes. Op rechtsvoor hebben wij dan een gouden rechtsvoor staan natuurlijk. Het is Shaqiri. Ik heb wel de verkeerde gekozen. Het is natuurlijk degene die van Inter. Zodat hij een directe link krijgt met Lichtsteiner. En allebei uitkomen op 9 chemistry. Maar met Hunter is Shaqiri echt heel fijn. Ik heb hem eerst altijd zonder chemistry al gebruikt. Maar met Hunter speelt hij echt veel fijner. 4 sterren skills. 4 sterren weak foot. Hij heeft high medium work rate en is linksbenig. En dat zijn allemaal voordelen vind ik. Hier dan de man himself. Wesley Snipes. Natuurlijk omdat de sniper chemistry al op hem zit. Maar Sneijder is echt de beste attacking mid die ik ooit heb gebruikt. Zijn shooting is fenomenaal. Zijn vrije trap is fenomenaal. Hij is nog niet eens al te langzaam. Hij kan goed dribbelen. Hij is echt de beste cam die ik ooit heb gebruikt. En ik raad hem iedereen aan om een keer te gebruiken. Je krijgt er geen spijt van. En de laatste speler is Inform Memphis Depay. Gezien hij natuurlijk moet linken met Sneijder. Het is een prima linksvoor. Hij heeft 18 goals gescoord in 17 wedstrijden. En hij blijft gewoon een goede kracht voor mij. En daarom gebruik ik hem ook al zo vaak mogelijk in mijn team wanneer ik de kans krijg. Dan nu de instructions, die kan je rustig even overkijken. Maar dit is wel het einde van de video, dus ik hoop je hem leuk vonden. Als je het geld niet hebt om dit team te kopen, kan je natuurlijk altijd coins kopen. De link zal in de beschrijving staan. Je kan ook altijd de video liken. Je kan abonneren als je het gedaan hebt. En je kan op Twitter, links in de beschrijving staan. En dan tot voor de video jongens. Later en dan veel plezier bij de gameplay.